bedoeling is dat er een inspectie uitgevoerd wordt, een hele belangrijke inspectie, die wordt dus te maken heeft met de roenen. En dat is die ijzerbolger wat dus door de wieken loopt, dat die zit bevestigd in de askop om die te kunnen inspecteren. Normaal is dat niet te bekijken, want het, omdat het in de askop verwerkt zit, dat dus is niet te controleren. Die moet dus dat gedeelte dat wordt er uitgetakeld door een goede inspectie op te oefenen. En waarom draai je net aan dat wiel? Die meulenbouwer die komt dus met een ladderwagen, met een soort hoogwerker is dat, die moet dus voldoende ruimte hebben om bij die askop te kunnen komen. Die hoogwerker die worden op de plein voor de meulen neergezet en in diezelfde richting moet de wieken en de askop met in diezelfde richting komen. Zodoende werd hij dus met de hand werd hij die goede richting op een kruid. Benieuwd dat kruiden. Normaal gebeurt het door de windroos. Dat is dat in de volksmond dat meul die achter op de meulen. Maar in dit geval dus dan werd de windroos uit het werk gezet en dan werd hij met de slinger kun je hem dus ook met de hand kruiden. Dus het is gewoon een handbediening? Een handbediening, ja. Nou ben ze bezig, dus ook al kun je mooi zien dat die hoogwerker alles goed voor elkaar is. Die meulenbouwers, dat is Vaars, die komt uit Aalten, Achterhoekweg. En er wordt eerst alles voorbereid, dat is Jan Timmerman, als ik het zo zie. En die helpt dus ook mee om een extra ketting aan de onderkant van de roep te maken voor extra veiligheid. Dus als je ermee bezig bent, mag absoluut die roep die mag niet heen en weer gaan. Dus dat is allemaal voor al werkzaamheden van de voor om dat die veiligheid goed in acht te nemen. Nou is die, dan wordt de spin die wordt demonteerd. Dan wordt de bolten, de lussen schroeven. De zwichtstang en die extra arms, dit is het onderdeel van de spin. Die wordt allemaal lussen geschroefd, die allemaal de bolten eruit haalt. Zodat die zwichtstang, je kunt een klein gedeelte dus punt kader zien. Dat ding is ongeveer 6 meter lang. Dat die dus helemaal eruit kan. Zolang die zwichtstang die loopt op dwars door de beide roeden heen. Als die erin blijft zitten, dat kan niet, want dan kan die roed die kan niet de boom ertaken worden. Dus die zwichtstang is een heel belangrijk onderdeel, die moet eerst helemaal naar buiten getrokken worden. En daar ben ze nou mee bezig.